Yo Nintendo fans, ik heb getraind. Rikka Bloem is level 41, Mario is level 40 en ook Red en Steve zijn level 40. En nu gaan we kijken of we de baas kunnen verslaan die we de vorige keer niet hebben verslagen. In Nieuw-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 
boze wijze. Let's go, we gaan hem aanpakken, hopelijk. Lekker, we beginnen gelijk goed met twee hypermannetjes. En hoppakee, ze gaan elkaar helpen. Top, Mario wordt getarget en ik word getarget. Oh, wow, wow, wow. Wow. Oké, wat we gaan doen... Want Mario werd helemaal niet getarget. Red werd getarget. Ik ga één iemand een schildstrooisel geven. Dat ben ik in dit geval. En de andere die wordt getarget, die gaat naar de schuilplaats. Dus Red, jij gaat naar de schuilplaats. En dan ga ik even een teampje healen met mega bloem, bad bloem bad. Let's go. Kijk. Steve en ik zijn matties, jongen. Level 40. Twee druppeltjes water. Steve gaat lekker aanvallen. Red is inmiddels geheeld. En die wordt nog even verder geheeld. En dan gaat hij nu de target attack uitvoeren. Dat doet hij dus op mij en op Red. Maar Red, die was lekker in de schuilplek. Nu worden Steve en Mario getarget. Dat betekent dat Red teruggaat. Mario gaat even naar de schuilplek. En dan gaat het ene schild gaat naar Steve. En dan gaat Red ook weer lekker hyperen. Let's go, let's go. We moeten even lekker tempootje maken. Pak hem aan, heel goed. Ik word geholpen door het paardie. Aanvalt de paard nummertje 2 op de boze wijze. Let's go. Let's go. 312 HP eraf. Nu ga ik Red even helpen. Oké, ja, maar dat helpt alleen niet zoveel. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ik dacht even dat hij nu zijn target attack nog moest uitvoeren. Maar gelukkig had hij dat al gedaan. Red en Mario zijn nu getarget. Dan gaat Red terug naar de schuilplaats. En dan krijgt nu Steve weer het schildje. En dan gaan we weer door. Ik kan nu lekker aanvallen met de orkaan. Let's go. Top. Steve zit niet meer in zijn hyper. Maar eigenlijk wil ik Steve wel weer in zijn hyper hebben. Let's go, Steve. Ga maar in de hyper. Oké, nu gaat hij aanvallen. Oh nee, hij gaat nog niet aanvallen. Eerst gaat Mario nog even aanvallen. Kijk, dat is zijn aanval. Even kijken wie hij nu gaat targeten. Hij gaat mij targeten en Mario. Ik mag weer een aanval te paard gaan doen. Top, Steve gaat aanvallen. En die wordt geholpen door Mario. Dan ga ik nu even in de schuilplek. En dan krijgt Mario zo het schildje. En dan zijn we bijna 5 beurten verder. En dan hoop ik maar dat het een beetje goed blijft gaan. Dat we al een beetje ver zijn met hem, met hem kapot te maken. Kijk, daar was Mario. Oké, nu gaat hij nog een keer aanvallen. Ja. Ik ben weer terug. Dat betekent dat ik wat strooisel ga geven eventjes aan Red. Oké. Oké, wat gaan we doen? Mario gaat aanvallen. Ik ga ook aanvallen en dan is hij voor de helft down. Ik ben benieuwd of het gaat lukken, jongen. Ik vind het hartstikke spannend. Hij moet maar niet te veel gaan targeten. Maar volgens mij doet hij dat letterlijk elke beurt. Kijk, nu doet hij het weer. Nu zijn Steve en Mario de Sjaak. Oh, wacht even. Mario mag even naar de schuilplek. En het strooisel is voor Steve. En de hyper is er ook nog eventjes voor Red. Oké, let's go, let's go. Orkaan er bovenop. Hij is voor meer dan de helft down, jongens. Hij is voor meer dan de helft down. We moeten nu echt even gas gaan geven. Pak hem aan. Let's go, kom op. Want hierna is natuurlijk wel mijn schild is nu op. Dus dat is een beetje balen. Lekker. Oké. Ik wilde eigenlijk Mario terug gaan halen. Maar hij heeft nog steeds de target attack niet gedaan. Daar wacht hij even lekker mee. Ik heb wel wat strooisel verspild nu. Nou ja, niet verspild, maar gewoon gebruikt. Ik heb nog 416 HP strooisel over. Maar dat betekent wel dat ik lekker door kan blijven aanvallen. Het enige is dat Mario nu niet kan aanvallen. En dat is een beetje jammer, want die zit lekker in de schuilplek te chillen. Kijk, nu gaan... Nee, hij moet zijn target attack nog doen. En mijn schild is weg bij Steve. Dus ik denk dat Steve zo doodgaat. En ik ben straks degene die moet gaan healen. Dit wordt echt kantje boord. Dit gaan we net wel of net niet redden, ben ik bang. Oké, Steve. Red is hem even gepeerd. Oh. Oh. Hij heeft nog steeds de target attack niet gedaan. Ik denk dat hij wacht tot ik Mario uit de schuilplek haal. Maar dat ga ik lekker niet doen. Dikke doei. Dat gaan we mooi niet doen. Dat gaan we echt zeker niet doen. Hij heeft nog... Oeh, hij heeft nog een kwart van zijn HP over. We zijn er echt bijna. Maar ja, met die target attacks gaat hij me straks wel nakken, denk ik. Ik denk dat Steve... Ja, kijk, hier, Steve is nu kapot. Oh, nee. Oh, nee. En nu gaat hij mij weer slaan. Oh, jongens. Ik heb wel echt veel strooisel al gebruikt. En we gaan Red gewoon tot leven wekken. Let's go, let's do this. Alles of niets. Alles of freaking niets. Heb ik nog hyperstrooisel? Nee, die is ook op. We gaan voor alles of niets, jongens.
Let's go. Hij heeft nog 1/6 denk ik van zijn HP over. We moeten nu lekker allemaal gaan aanvallen. En dan kunnen we hem slopen. Dan kunnen we deze gast gewoon slopen. We kunnen dit aan. Kom op, Mario. Met z'n allen. Bap, 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 bap. We zijn er echt bijna. Hij gaat nu targeten. Niet gelijk aanvallen. Niet gelijk aanvallen. Rustig aan. Laatste HP-strooisel is voor Red. En het MP-strooisel is voor mij. Kom op, jongens. Met z'n allen. Nu aanvallen. Hij is bijna dood. Hij is bijna dood. Maar misschien moet ik toch even iemand naar de schuilplek gaan brengen. Of neem ik een risico? Nee, ik durf het niet. Ik durf het niet. Mario, ga jij heel even naar de schuilplek. Ik durf niet om je op te offeren. Kom op, Red. Sla hem hard met Epona. Nice. Hij gaat weer aanvallen. Oh, dit is zo spannend. Ik kan nu kiezen voor aanval of verdediging. Ik moet gaan aanvallen. Hij is echt bijna dood. Dit moet hem worden. Dit moet de klap worden. Hoppakee. Ja. We hebben hem. Heerlijk. En iedereen was gewoon nog levend ook. En dan hebben we zone 7 in Nieuw Neoni ook uitgespeeld. Dan moeten we nog 1 zone fixen. Oh, jeetje. Deze was spannend. Inmiddels zijn KK's Leiden en Epona echt al level 61 samen. Heel sick. En dan kunnen we door naar de laatste. Naar zone 8. Oh, dikke hype, jongens. De laatste zone hier in Nieuw Neoni. We kunnen 3 weggetjes kiezen. Ja, ik ga gewoon rechtdoor. Want rechtdoor was volgens mij de schat. Oké, wat is dit? Grote harpy demonisch kalet. Oké, nou die moeten we kunnen pakken. Toch met z'n allen. Toch jongens, dit kunnen we aan, toch? Alhoewel, die enemies hier zijn wel sterk zo te zien, zeg. Jeetje. Hier, neem maar even wat strooisel voor jullie. Jullie moeten even lekker gaan trippen samen. Ja, nee, oké, ik moet dit niet onderschatten. We zijn in de laatste regio hier, in de laatste zone. Dit moeten we even wel serieus nemen, want anders gaat het sowieso fout, denk ik. Lekker bezig, Stevie. Orkaantje eroverheen, dan is denk ik eentje wel kapot. Hoppakee, ja, die ene is kapot. Nu nog 3 te gaan. We helpen Steve met z'n allen, behalve Red. Die andere is ook weg. Nu hebben we alleen die skeletjes nog. Nou, we helpen Red ook lekker. Bababababam. Die skeletjes, die zijn wel wat sterker volgens mij. Die hebben wel wat meer HP. Eentje is weg. Nog 1 te gaan. Lekker bezig, Mario. En de laatste is denk ik ook... Oh, nog niet. De laatste gaat weg door Mario. Bam! Zo, je krijgt hier veel ervaringspunten, jongen. Niet normaal. Woe! Oké, we gaan kistje openmaken. Nee! Het is een valstrik. Ja, weer dezelfde soort vijanden. Die gaan wel hard, jongen. Irritantjes. Lekker. Zwart gat van Mario. Top. Red is lekker aan lachen ondertussen. Die gaat even uitrusten. En we gaan even snaven met Epona. Kom op, Steve. Pak ze aan, die mannetjes. Oké, eentjes denk ik. Weg nu. Yup. Oh, Steve ging even zijn ultieme aanval doen. Maar die heeft helaas niet gewerkt. Red krijgt klappen. Steve krijgt klappen. Mario doet zwart gat. En Mario is nu lekker flink aan het lachen. Die ziet er de humor wel van in van deze battle. Nou, ik vind het lang zal duren. Ik vind het niet grappig meer, hoor. Ik vind het niet grappig meer. Epona, kom op. Even snuiven. Maak ze even kapot. Lekker. Goed gedaan. Nog 1 skeletje over. En... Bap, bap. En die is ook weg. Serieuze battles zijn dit wel. Moet je zien. Bijna 10.000 XP krijg je ervoor. En 14.000 bonuspunten. Heel sick. En we zijn bij de herberg. Ja, dit zijn wel de enige characters die eigenlijk boven de level 40 zijn. En soms heb je net even andere types nodig voor een bepaalde baas. Dus ja, dat is alleen wel een minpuntje natuurlijk. Eigenlijk moet ik de rest van mijn team ook keihard gaan trainen. Maar ja, dat duurt gewoon echt super lang. Kistje openmaken. Kijk, dit is in ieder geval geen valstrik. Nice. En hier is als het goed is nog een grote kist ook. Of het zijn misschien allemaal kleine kistjes. Dat kan ook nog. We gaan gewoon alle kistjes openmaken. Kijk, 3 game tickets. Daar word ik ook altijd heel erg blij van. En hopelijk nog een wapentje of een outfitje voor een van ons. Grote kist. Wat zit erin? De shuriken. Dat is voor Red. Kijk, en zijn aanval gaat nu van 161 naar 174. Super chill. Want zo'n wapen kost nu al snel gewoon 10.000 of misschien wel 15.000. Oeh, ik heb nu superveel kans op nieuwe kleding. En dat ga ik dus sowieso doen. We gaan sowieso aan het rad draaien. Want die houthakkerskledij, ik weet niet voor wie die is, maar die wil ik wel hebben. Die is voor Mimikyu. Kijk eens. Helemaal toppie, joh. Nieuw outfitje voor onze elf. Die we eigenlijk nog niet echt hebben gebruikt. Want ja, hij is nog een beetje zwak. Dan denk ik dat we hier naartoe moeten om hier een hendel over te zetten of zo. Kijk deze gitaarheld. Oh, die vind ik wel leuk. Een gitaarheld en 2 nachtboinkies. Let's go. Let's do this. Mario doet een zwart gat. Die sloopt gelijk die boinkies. Heerlijk. Even een orkaanaanvalletje op deze gitaarheld. Iedereen helpt mij. Dankjewel voor alle hulp. Ik help Steve even met zijn pannenaanval. Maar hij leeft nog steeds. Ja, hij leeft nog steeds. Hij is een aardige gitaarheld aan het worden. Sterker nog, dat is hij natuurlijk al. Maar ja, hij doet flink zijn best. Hij doet flink zijn best. Pak hem aan. Hij leeft gewoon nog steeds, joh. Maar nu niet meer, toch? Nu met de aanval van Mario leeft hij nog steeds.
Wat? Jij dan, Steve. Met Epona. Nice. Jeetje, wat een keuzes voor paden die we kunnen afleggen, joh. Dat is niet normaal. Volgens mij kan ik hier wel 10 verschillende routes nemen of zo. Terwijl Mario en Red, die zijn niet zo blij meer. Die gaan straks ruzie maken. Kistje, die gaan we gewoon openen. 3500 monies. All that chill. En dan zijn we, denk ik, ja, dan zijn we al bij de herberg. Nice. Maar ik heb hier dus geen hendel gevonden, hè. Dus we moeten deze levels gewoon over en over spelen. Ondertussen heb ik mezelf even in de stal gegooid. En dan kunnen we ook even level 60 worden met Epona. Dat zou best wel relaxed zijn. Want dan kan je ook harder gaan snuiven. En dan, die aanval te paard wordt ook beter. En ik denk dat ik Steve gewoon even een nieuw pakje ga geven. Ik had nu toch even het geld, dus Sinistere kleding. Helemaal goed, Steve. Het staat je wel lekker, man. Je lijkt net een Enderman. Even kijken of we nog een wapentje kunnen fixen. Of een lekkere portie XP kunnen fixen. Oh, we hebben de Ridderlans. Ja, ja. Een nieuw wapentje opnieuw. En deze is voor Zucker. En ja, daar gaat hij ook lekker veel van omhoog. Dus dat is top. Veel van jullie zeggen dat ik Zucker sowieso in mijn team zou moeten doen. Maar ja. Ja, dus we moeten nu de weg gaan vinden dat we hier naar boven kunnen. Dus ergens moet een hendel zijn. Dus we pakken nu maar even de andere route. Meer vijanden. Oh, maar deze hebben we zo verslagen als het goed is. Dit hoeft volgens mij niet heel veel moeite te kosten. Rotsenregentje erbovenop. Er zijn nog niet kapot. Misschien nu door Mario wel. Nou, eentje wel. Die andere, die geeft mij nog even een tik. En dan is het ook gedaan. En ook de tweede route van boven, die heeft volgens mij niks opgeleverd. Of wel. Laten we deze even omzetten. Of wel. Ja, die heeft wel wat opgeleverd. Oh! Verborgen pad naar de baas. De baas van de laatste zone. Zone 8. In de volgende aflevering gaan we kijken of ook die kunnen verslaan. Deze Miitopia-serie blijft hard gaan. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie allemaal bij de volgende. Mazzel!